heren, welkom bij Zondag met Lubach. Eerst even, ik las dit. Anthony van Leeuwenhoek doet aangifte tegen de tabaksindustrie. Daar komt hij rijkelijk laat mee. Maar goed, goed initiatief. Het wachten is op Bonifatius die de NAM voor de rechter sleept. Helemaal niet naar. Nou, wel logisch dat hier een nieuwsbericht van komt, want alles wat Anthony van Leeuwenhoek doet, dat komt onder een vergrootglas. Dat is gewoon... En dan, deze week werd er gedebatteerd over de nieuwe donorwet. Pia Dijkstra van D66 debatteerde haar longen uit haar lijf. Die meteen werden gekoeld en opgehaald, waardoor een 22-jarige student uit Meppel weer een nieuwe kans heeft gekregen. Volgens die wet word je automatisch orgaandonor, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil. Nou, die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer. Dat is het hoogste staatsorgaan. Maar er is nog een orgaan dat zijn goedkeuring moet doneren. De Eerste Kamer. En die heeft nog zoveel twijfels dat ze besloot om de stemming daarover een week uit te stellen. Hopelijk duurt dat niet heel veel langer, want voor je het weet moet die beslissing genomen worden door de nabestaanden van de Eerste Kamerleden. Altijd zo pijnlijk. En het stomme is, weet je, eigenlijk zou die wet helemaal niet nodig moeten zijn. In Nederland zijn er namelijk te weinig donoren, omdat miljoenen mensen niet hebben geregistreerd of ze donor willen zijn of niet. Terwijl dat registreren, dat kost maar 1 minuut. Behalve als je je DigiD niet meer weet, dan kost het 86 werkdagen en 1 minuut. Maar veel mensen die denken er gewoon niet aan. En eigenlijk zou je er regelmatig aan herinnerd moeten worden. Dan zal iedereen zich registreren en dan hebben we die hele wet gewoon niet meer nodig. Dus... wat gaan we doen? Ik heb even rondgebeld en we hebben iets kunnen regelen. Morgenmiddag om 12 uur gaan er in heel Nederland speciale sirenes af. Het donoralarm. Dus als je dit hoort, dan ga je naar donorregister.nl en dan maak je je keuze. En dat donoralarm dat klinkt niet alleen morgen, maar vanaf nu is dat elke eerste maandag van de maand. Maandag orgaandag! Als je die sirene op een andere dag hoort, dan zijn het gewoon de terroristen. En dan is het helemaal belangrijk dat je je aanmeldt als donor. Dus hoor je die teringharde bel, ga dan naar donorregister.nl. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.